Welkom bij de volgende aflevering. Aflevering 2 miljoen. Zou er iemand zijn die 2 miljoen video's voor groot heeft? Die niet allemaal inschoon. Zou het de meeste video's zijn dat iemand ooit heeft? Ik weet het niet. Ik ga sowieso in de comments staan, deze video. Ja, sowieso. Ja, we hopen. Ja, wij geven de hoop niet op. Goed. Maar wilde je nou alsjeblieft eens naar een kastel? Ik ga je helpen om te onthouden als je de spijt. Maar we kunnen volgens mij ook naar links gaan, denk ik. Ja, dat is waar. Dat is dan te laat. Ik ben hier. Ja, we gaan op alles verspringen. Ah, het breekt af. Ben je het best laten vallen, denk je? Ja. Of ben je dat nog? Ja, ik moest eigenlijk direct moeten weg. Ja, want... Hoe raak je dan terug boven, dat weet ik niet. Dezelfde tijd moeten we doen, dat weet ik. Ah, misschien heb ik hier over de lava springen. Dat kun je niet doen. Maar je hebt wel geen referentie. Nee, maar ik heb dat ongeveer. Ja. Oh, nee, ik heb het nog. Wij zijn de meerwaarde naar rechts gaan, dat is een moment. Nou, dat is een leven is. Je moet een beetje een dolle voorstellen. Dat daar leven is, als je een leven nodig hebt, kun je best wel gaan. Goed dat we een stuk kunnen doen. En direct een hot is skeleton, heb je dat gezien? Ik ben aan het nadenken. Ik heb weer, hè? Druk dan naar de andere kant en dan. Maar als je valt, ga je dus even blijven gebukt staan, dat is er zeker voor. Het zou nog niet mogen gewoon bukken. Ja, maar als we zeker weten wat de route loopt, dan zie je. Ja, dat toch niet staat? Ja. Ja. Oké, zoals ik net al zei. Kasteel. Oké, okay, dus ik ben van niks naar hier gegaan. Wacht, ik ben aan het nadenken, hè. Wacht, eens blijven bingen. Ik vind uw sprong goed, time. Oh, ik val vanzelf. Echt? Ja. En als je nu dat goed timed, eigenlijk, zie je? Dat je wiebelt zo met je benen, als je nu je benen net naar daar houdt en een beetje, oeh, dat hij de druk op valt. En die valt niet meer naar links. Van? Oh, dat vraag ik niet. Ja, hier is het niet meer. Wel, dat daar maar we is, proberen he? Nu wat meer naar links. Dan los te gaan. Nee!
Ja, doe maar gewoon naar links. Dan zal de best op licht zijn. Ja, snel doen, hè. Dan weet ik direct. Waarom kun je niet draaien? Ik ga wel moeten springen, denk ik, dat ik een hartje ben. Ik weet niet hoe dat ik het anders moet. Je altijd een beetje naar daar. Ja. Nee, je kijkt ook. Omdat je gehurkt, en als je gehurkt en je staat recht, dan zit een klein stap. Het probleem is, als je gaat vallen daar, dan gaat hij zo even blijven gebukt zitten en ondertussen gaat hij mensen wel op je zitten kletsen. Maar misschien dat je dan het beste kunt doen. Probeer dan geen hartje te verliezen, speed. Dat je met 5 tegen 4 misschien kunt. En dan direct. Wim, dan moeten we gewoon direct overlopen, hè, over die lava. Ik hoop dat daar geen skeleton is. Oeh, chance. Voilà, nu kan je. Nu kunnen we vallen. Het is niet dat de controle slecht zijn, dat is normaal niet. Hier moet niet vallen. En dan speed gewoon de sprongjes gaan maken of zo. Gewoon lopen. Nee, niet, hier niet. Hier moeten al. Gewoon springen of zo. Ja. Nee. Fuck. Ah, duw. Ja, hier wat geleden nog hier, hè. Ben je ze naar boven gedaan? Ja. Ik had dat geleden bij. Dat is goed geweest. Misschien toch eens naar rechts. In het begin. Ik weet het niet, hè. Brengen is hier geen optie, dus we moeten springen. Oh! Ik stond wel direct terugrecht, hè? Ik stond de pressure plate en ik ben geschoten. Ga je naar rechts nu terug? Zo links even. Laten we wat het is. Ja, schoon. Ja, dus. Oh. Ja, links, rechts, die blanke kamer, maar daar staat gewoon een vlammetje in, daar kunnen we niets doen. Maar. Wat was dat? Het lijkt alsof dat je er wil, hè? Snel zijn, 290. Hup, je moet al. Dus dat is nu momenteel de enige route. En dan krijgen we die twee deuren speed. Als je naar rechts gaat. Dat ben je, spikes. Stel het opnieuw, gewoon naar rechts springen. Ja, en dan terug pingelen. Dat is terug die poort. Hè. Ja,
We hebben wel al serieus wat geëlimineerd. Hè? Nu, hier weet ik het niet. Zullen we het logische pakken? Ja, dat heb ik wel gedaan. Nee. Ik kan het nog niet. Ik kan het niet. Als ik nu laat vallen, dan land ik toch in de rand. Dan land ik toch in de lava. Denk ik. Ja, en zelfs... Ik weet het. Zelfs, als je dat zou halen, je zou direct een lava worden geduwd. Door... Boom! Rechts kan land of niet, dat kan toch niet. Die doen ons eraf, die schuiten. Het enige waar we het meest gaan hebben overleven is deze, links. Want je hebt die er juist, als je... Hier is het dood, nee of niet? Nee, dus we moeten wel. We momenteel. Ja, maar er is dit altijd, hè? Als we de code teruggebruiken, dan is het terug 90 minuten. Dus links moeten we niet gaan, want dan komen we terug daar terecht bij die scan. Denk ik. Ja. Ja, maar ja, nu, dat gaan we nu hebben, daar zijn we 100% zeker van dat dat haalbaar is, hè? Ik ben nooit 100% zeker van dit. Ja, nee, ik weet wat ik wil zeggen. Dus het meeste percentage dat we zeker zijn dat we daar iets kunnen doen. Dat pak ik nu toch nog. Dus speed. Tjoep. Dab. Springen. En direct pakken. Hup, pijltje naar boven. Ja, nog. Hup. Kwaan. Nog. En lopen. Zwaardweg. Nee. Lopen. Ja, zwaar met eerst weg naar beneden, hè. Dat is echt veel om aan te denken. Ik kan je helpen. Beneden. Je gaat niet veel leven niet meer, hè. Als ik erover had gesprongen, had ik ook nog een bron was. Zinnen die niet vaak in het echte leven hoort. Dat flesje kunnen we doen als je bijvoorbeeld straks bij de deur bent, dat je zegt van oké, dit is de dingen die we moeten doen. Als je zegt van ik kan dat wel halen, dan kunnen we zeggen ik ga eerst het flesje halen en dan pas terugkomen hier. Het einde gaat natuurlijk blij zijn als je 6 leven zit in plaats van 5. Want hoe vaak ga je hebben dat je nog zo 1 flesje over hebt? Pijs naar boven. Pam. Nee, ja, zo raar, want je verliest echt snelle levens. Eigenlijk zouden we direct een stap naar achter moeten zetten. Eigenlijk zouden we redelijk snel een stap naar achter moeten kunnen zetten. Dat je kunt, want nu zitten we constant er direct op, hè. Maar je hebt niet de ruimte. Achter is in de speaks. En die brush-up plate. Ja, nee. Ja. Want wij bijvoorbeeld, level 1, als je daar moet vechten tegen die mensen, dat is ook direct een stap naar achter en dat je zelf gaat, hè. Kletsen ja. Constant. Want nu kun jij hem direct raken en hij kan u raken. Nee, joh. Wat is er nu gebeurd? Oh, mooi. Dat werkt dus ook. Ja, dat gaat ook wel mooi. Dat express! Oh, je redt geen tennis, dat is goed. Springen. Hé? In één keer? Is dat één, twee boxjes vallen? Je krijgt één box getemmerd. Volgens mij is het geen... Vallen, je zit direct dood. Nee, maar volgens mij is als je springt... gaat hem zijn eigen... Wezen voor impact, goed hè? Dat deze echt val is, ik. Oh, yes, we gaan rugzak. Dat is gewoon het Engels voor rugzak. Rugzak.
Ah nee, ja, hier is er wel damage. Nee, die doen van. Hier kunnen vallen, ja. Nee, hier kunnen vallen, hier kunnen vallen. Ja, lang maar. Oké, ja. Springen, springen. Ja, en vechten ze, kom aan ze. Genoeg is eind gezegd, joh. Genoeg is eind gezegd. Dat is juist voor. Hij heeft het gezegd. Met hij in de derde persoon en nu natuurlijk van ik. Ja, ik ben wel anders. Nee, ja. Scheelt. Ik heb, ja, het is, soms gaat dat wel. Oeh, dat is chance dat deze die niet erg geval is. Ja, en hup, kom aan. Pijls naar beneden, pijls naar beneden. Oh nee, is weg. Nu hebben we alle, oh. Hop eens op! Stop maar open! Oeh! Hier is een deur. Dat gaat niet open, fuck. Dat is de deur waar we altijd dood gaan. Ja, dat weet ik. Wat een drol. Een drol. Gaat de deur niet open? Nee. Nee. Save point misschien? Oké, ja, nu rustig op het gemak. Zo snel mogelijk dat die deur weg. Zwechten? Ja. Hou je zwaar klaar, want er zijn sterkes. Er zijn botteltjes. Ik klets al een beetje. Ja, verder dan wel. We zijn helemaal niet voorzichtig, dames en heren. Zo is voor de vrede. Oh, zwaar terug. Ja, al vechten, naar boven, kom op. Oké, nu zijn er geen. Wacht, ik denk een skeleton precies. Ja. Zo. Geweldig. Wat hadden we gevonden? We hebben dus ontdekt dat skeletons gehoor hebben. Oeh, ik loop precies dood. Misschien gaat de deur open. En dan worden ze allemaal op het leven. Je gaat dat zien. Oh. Oké, nu terug. En alles. Zijn we gewoon sparren, wil ik zo. Ja, de natuur is waar. Ja, nu is het er. Oeh, lopen. Ja, oké, get hem. Oké, Lopen! En gewoon op de poort. Oh. Oké, de vraag is, die ene pressure plate moet dan pakken, veronderstel ik. Ja, zeker. Het is eerst naar het einde, die pakken, terug. Lopen, we gaan niet. Ik denk dat je op die pressure plate ook moet staan. Ja, dus ik zou gewoon lopen, niet springen, erop komen, dan gaat waarschijnlijk die poort naar boven en dan gaat hopelijk die deur open. Hè. Ja, top dood daar. Moet het dat zijn? Dus nu is de vraag: gaan we nu naar rechts en dat pressure pakken en hopen dat we op tijd terug zijn en met een extra bobletje het level eindigen? Of gaan we zeggen van. Ik zal dan een keer of twee, drie proberen. Ja, en dan zien we wel. De volgende episode.